empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. Ja, Sama, hoe is die? Zwaar, man. Ja. Het is veel weg. Ja. De strijd tegen het onkruid. Onkruid vieren, dat is een beetje als yoga doen. Zo, werk waar je je dag niet te veel mee moet doen. Rust geven. Af en toe is er zo'n ene plant die, die groene bonen geeft, die moet je niet mee oogsten. Dat is wel van hetzelfde zat. Ja, ja. Dat is al ja. Een beetje onzuiver. Ja. Wel moeilijk te plukken, vind ik. Ja, we zijn eigenlijk al jaren vrienden. Ik kende vooral Thijs van hier in de JNM, dus dat is de Jeugdbond voor Natuur en Milieu hier in het Oudeland. En dan veel over landbouw en natuur zitten ballen en uiteindelijk gedacht van bon, kom. Als we toch ooit een keer zelf willen boeren, laten we eraan beginnen. Twee jaar geleden zijn we dan de Groentelaar begonnen, een kleinschalig biologisch bedrijfje waar we groenten kweken en waarvan we alles proberen direct te verkopen. Zowel aan particulieren als aan restaurants, als aan voedselteams is dat dan in dit geval, in ons geval heel vaak. Boeiend, hè. En plezant ook om dat met drie vrienden te kunnen doen. Dat werkt wel. Iedereen heeft bij ons zijn eigen taak. Lies bijvoorbeeld, die doet dan meer alles wat met de bloemen en de kruiden te maken heeft. Plus boekhouding, website en dat soort zaken. Thijs, dat is dan echt de man die volledig op de groenten gefocust is. Die maakt teeltschema's, die zoekt speciale zaden van groenten en dergelijke. En ik sta hem daarin bij. Klein kokske, ik denk dat we meer dan 5 kilo hebben. 5 kilo 300. En? Juist geen 5 kilo. Juist geen? Nog 70 gram. Dit zijn sowieso biogroenten. En ook, wij leveren ze altijd zo wat ruwer. In een supermarkt vind je zo'n ene niet. Maar van smaak is er geen verschil tussen zo'n ene of zo'n een standaardvorm, gelijk dat. Het is momenteel nog een nichemarkt, maar dat zal misschien beetje bij beetje wel groeien, denk ik. Er is veel interesse in onze producten, in het feit dat het biologisch is. Dat trekt ook een bepaald publiek. Je ziet dat de mensen die afkomen naar ons ook oor hebben voor ons verhaal. En daarmee... Dat is iets dat een gangbare boer minder makkelijk heeft. Dus echt zo'n band met zijn consumenten. En ik denk dat dat ook een van de voordelen is voor ons. Ja, we komen hier shoppen. Kijken naar een etiketteermachine die live aan het werk is. We moeten groeien, dus we moeten investeren. En met dat geld op onze bankrekening zijn we toch niks. Dus waarom geen etiketteermachine kopen? Goedemiddag. Ik ben Bart. Hallo, ik ben Alex. Kom maar binnen. Ik heb een afspraak. Ja. Ik ben een van de vier venoten van Brouwers Verzet. En wij komen hier een lening aanvragen omdat wij een etiketteuze, een machine, voor ons proces willen aankopen. Ik weet niet of jij eventueel detailcijfers of zoiets mee hebt? Of ik heb de jaarrekening van vorig jaar en ook de kostprijs. Oké, dan gaan we dan een keer samen overlopen. Ja. Nu dat we met geld van de bank gaan werken, gaan er ook maandelijks cijfers moeten gehaald worden. En dat is het spannende aan alles. Momenteel hadden we nooit geen cijfers voor ogen van dit. Deze maand moeten we die omzet draaien, maar vanaf nu, als je met iemand anders gaat bezig bent, wil je hem daar ook iets voor terug, dus dat maakt het spannend. Ah, ja, maestro. Wat? Goed, ik heb wat papier. Goed nieuws. Ja. Ik heb nog vier vraagjes van hem en de tweeën. Wie dat exact de eigenaar is, welke verzekering dat wij allemaal op Brouwers Verzet hebben. Dan moet de verzekering ook sowieso inlichten nu al.
Eenmaal het gekocht is. Vanaf dat het gekocht. Vanaf dat we de lening hebben. Maar sowieso gaan we leningen krijgen. Dat is geen probleem. Dus ja, het ziet er goed uit. Chic. Het gaat leuk zijn als alles hier gaat staan. En dat we gaan groeien en dat we het ook visueel zien. Onze materiaal. Dat is wel wezen. Investeren. We gaan al die zaken nog goed afwegen dan, hè. Tomaten, paprika's. Lies, ik ga nog wat groenten oogsten dan voor in het kraam, zeker ook. Van alles wat er is. Vandaag is het veldverkoop, dus... De mensen kunnen naar hier komen om groenten te kopen. Dan kunnen ze deels zelf oogsten als ze willen. Daarvoor dat hier die plakkaatjes zitten. En een heel deel ligt ook gewoon in het kraam achter mij. Dus ja, niet iedereen heeft zin om zelf de handen vuil te maken en erin te vliegen. Ik ben nu bezig met het veld wat klaar te zetten voor de klanten. Dus ja, plakkaatjes zitten, hè. Hallo. Hallo. Als er dan een klant komt, dan zeggen wij een keer hallo. Dan gaan we soms wat uitleg geven, maar niet dat we daar heel de tijd aan het bedienen zijn of zo. Dus wij werken sowieso wel flink door eigenlijk. Dus standaard stramien. Hallo. Niet meer, het is gedaan. Die zijn allemaal afgestorven. Het is een butternut. Er is knolselder, een warmoes is er ook nog vooraan. Wortelen, witte en oranje staan er nog. Als het is, moet je maar roepen. Hè. Ik weet niet of jij ook van paprika iets neemt. Toen ik vroeger zei van ik wil boer worden, dan zeiden heel veel mensen zo van ja, gedroomd of dat is fantasie. En nu dat we bezig zijn, zie ik eigenlijk enorm veel positieve reacties. En het ongeloof heeft plaatsgemaakt voor verwondering. Zo van amai, jullie doen wel iets heel zot. Maar soms ook wel voor bewondering bij sommige mensen. Die hebben echt zoiets van amai, chapeau dat jullie daarvoor zo hard gaat. Een serieuze wortel, hè? Hoeveel moeten we zo hebben? Heb je spinazie? Nee, maar ja, ik denk dat je er warmoes voor kunt gebruiken. Warmoes kan ik ook gebruiken. Zal maar, maar ik zal dan de jongen pakken, die is misschien nog een beetje zachter. Mogen. Ja, moest de boerenkool je ook interesseren? Het is nog wel vroeg, want er staat al iets groter. Ja. Nog eentje, ja. Goed, merci. De volgende. Dag meneer. Ja, dat was gewonnen. Merci, hè. Ja, man. Ziet dat blink? Contenter zijn als ze gaan lijken. Menig hiphopper zit er jaloers van zijn. Ik heb een ketting aan. Nou, gewoon beter één. Er zijn twee meer. Voor aan ons nektang. We kunnen nog zonnepanelen van maken. Ah ja. We gaan starten met eerst al die rekken te verplaatsen. Zodat we waar dat de eerste goed komt, de plaats vrij is. Dan gaan we beginnen uitbreken. Het zal vandaag niet af zijn. Is het zo zeker? Ah ja, maar ja, 4 centimeter. Zullen we erin gelaten staan, dan was die perfect afgemeten. Een eentje trekken. Ja, maar ja. Ik ben blij dat mijn pa er niet bij is. Dat hij allemaal niet ziet. Ja. Het is zo instant grijs, hè. Ik heb geen zoon. Nee, geen mijn zoon, dat kan niet, hè. Right. Eerste kennismaking met een button. Van een afspraak maken voor binnen 7 jaar tegen dat af is. Op die manier hadden we zeggen. Micha. Even later. Ga volgens mij nog feest eraf. Nee, feest niet in. Nou, uren duur.
Wissel. Vervanging. De strijd, Alex. Al die frustratie. Alles voor de hoedjes. Maar het resultaat had een moeite zijn. We gaan dan een N-stuif doen en alles. Ja, de stuif is er al. We hebben verder gedaan aan onze verbouwing. Onze gootjes zijn geslepen en geplaatst. Dus dat gaat wel een stuk efficiënter zijn om alles proper te houden in onze loods. En nog verdere toekomstideeën zijn... binnen 2 weken start er iemand die onze verkoop en marketing gaat doen, zodat wij ons maar met productie moeten bezighouden en af en toe keer... bij bierdegustatie aanwezig zijn, maar dat wij ons vooral op productie kunnen richten. Hetgene wat we graag doen. En alle keer beginnen uittekenen hoe we de brouwerij in zijn volledigheid gaan zien. Qua installaties. Om onze droom te vervolledigen. Je mocht u echt zo een futuristische vrouw, zo dat zich sterk voelt en eigenlijk ja, boven de stad staat. Zo, en tussen hemel en aarde eigenlijk bijna. Oh my god, je blijft van. C'est Tina Turner. C'est un expand pour Tina Turner. Ja? Wat? Van 14? Mama, kan het een beetje stil in de zaal? Stil zijn! Ja, die heaven staat hier voor een hemelsgevoel. Als je de kleren draagt, waarvoor staat het? De slagzin between heaven and earth is, staat eigenlijk dus dat wij werken met ons mama langs de ene kant, haar tekeningen, haar schetsen. En langs de andere kant, earth, is wat wij hier eigenlijk een verderzetting van doen. Wij moeten denk ik wel er extra werk in steken en het samen doen om die kwaliteit te evenaren. Maar we geloven wel ook in onze capaciteit. Voor ons is het zeer belangrijk dat we het modehuis Katelé blijven respecteren. We hebben echt niet de nood om onze eigen naam daaraan te kleven. Het gaat over het levenswerk van ons mama en dat dat ook kan ja, verder groeien, die naam. Maar ik geloof erin dat het goed komt. Zoals altijd. En iedereen is klaar en alles is goed voorbereid. En we hebben fantastische madame. Ja, de ongelooflijke dansers. We hebben een danseres uit Argentinië. Eentje uit Nederland. En eentje van ons Belgenland ook, natuurlijk. Maar ik vind dat wel tof. Zo echt andere types. En heel persoonlijk aanpak. Ook qua dans zijn ze allemaal heel anders. En dat geeft ook ja, karakter aan die jurken. Schattekes, gaan de deuren toe of hoe laat is het nu? Ja, ze gaat het nu doen. Oké, sweeties, we're on in back. Ik moet deze week 6 botten peterselie leveren en volgende week zal ik er 5 te koop aanbieden. Klopt al, is dat te veel? Doe maar. 5 is goed. We hebben een aantal verkoopsystemen waarbij dat wij onze producten leveren, maar dat de consument eigenlijk over het internet
zijn bestellingen plaatst. En we zijn nog een aantal zaken aan het nakijken. Omdat wij een beetje in de toekomst moeten kunnen kijken van hoeveel hebben we in aanbod van welk product. Dus op de computer volgende week, hier deze week. En in ons hoofd het veld. Of zoiets. Ik heb bijna gedaan, Zalies. Zal je weer laten? Ja. Nog één mailtje. Mevrouw maken? Ik zit niet. Man, dat gaat goed zijn. Ik weet het nu al. Ik sta meer op het veld. Ik ben meer de praktijkpersoon. Zelfs nu ben ik meer bezig met de groente. Ik wil daar wel ook van op de hoogte zijn. Ik probeer wel te volgen wat er gebeurt. Ik probeer ook achteraf een beetje bij te benen. Maar het is mijn winkel. Via internet en via andere kanalen met uw klanten in communicatie gaan, vind ik heel belangrijk, omdat ik niet wil geïsoleerd op een eilandje aan landbouw doen. Ik vind dat iets dat gezien mag worden door de gemeenschap en dat gedragen moet worden door een netwerk. En het werkt echt wel als je foto's en zo of verhalen op een website zet. Mensen worden daardoor geraakt. Promo doet verkopen. Maar ook kwaliteit aanbieden. Je kunt niet alleen promotie bieden, het moet nog altijd intact ook kwaliteitsvol zijn. Hè? Het is gepoest. Het is gewoon. Rozemarijn en pompoen, dat is altijd een goede combinatie. Het is een dream team. Ja, wat een. Nu is precies Jeroen Meus live. School. Ja. Ja, tussen ons lies rustig de boekhouding aan doen. Ja, wij doen dat wel. Zijn hier zijn werk, hè. Hoe geëmancipeerd kunnen we zijn? Ja, is tijd. Dat is iets met uw kruiden, hè. Zo. Voilà. Smaakje, ja. Zie je? Smakelijk. Check. Goed, santé. Ja. Het moment dat we begonnen was echt superveel adrenaline. Maar het toffe is, altijd als wij een performance doen, dan zijn wij daadwerkelijk ook continu aan het werken. Wij moeten ervoor zorgen dat het allemaal in orde is, waardoor dat je het ook niet tot daar laat komen. Ik denk, moest ik daar op een bankje zitten, dat ik echt zou sterven. Imago wordt nu gezet eigenlijk van hoe dat we verder willen. En het idee van niet de stijf gestoomde jurk te hebben, maar wel echt de jurk waarmee je kan bewegen, waarmee je echt jezelf kan voelen, dat vind ik echt belangrijk. En ik denk dat we daarin zijn geslaagd om eigenlijk echt te kiezen voor een dansvoorstelling en niet voor de klassieke runway. En dat we elk personage, elke jurk een ander gevoel hebben gegeven.
Nu is het bangelijk spannend. Eind september leveren wij onze jurken. Oktober is een topmaand. Dus dat betekent dat eind oktober dat wij weten of dat onze collectie draait of niet. Dat betekent dat wij eind oktober dat wij weten dat wij volgend jaar ook een collectie kunnen doen. Of dat wij volgend jaar een grotere collectie kunnen doen. Of dat alles wat we gedaan hebben, of dat dat eigenlijk voor iets is geweest. All right. Dan ben ik zo fier op jullie. Oh, maar jullie hebben dat ook zo goed gedaan, hè? Ja, maar... Zonder jullie was het niet. Ja, wel. Zonder jullie was het niet. Zonder mama en Jens iedereen. Maar voilà, kom, we gaan feesten. Yes. Change. De persconferentie is heel goed verlopen. We zijn overdonderd met complimenten, dus dat is... De reacties waren super. En we vonden het echt zelf ook echt heel, heel mooi. Hè? Ja. En we hebben trouwens een paar artikels ook. We hebben hele mooie artikels van in de Standaard met prachtige foto's. Kun je het zien? Ja, ze is mooi, hè? En dan van het Nieuwsblad ook. Recht, ja. Nee, we zijn heel, heel, heel gelukkig. Goedemiddag, restaurant Zoethout met hier. De vacature staat nog steeds open, inderdaad, voor hulpkok. Dat is het. Dat past gewoon voor. Ik sta niet met roos. Je hebt roos aan. Sorry. Ga je dat nog terug hebben? Draag die je dan? Nee, ik draag dat niet meer. Ik moet niet gaan shoppen, hè? Weggooien. Dus hier is die je paksoi. Hij is wel lekker van smaak. Was zuurig. Ja. Ik ben mijn belastingbrief vergeten. Ik weet niet of ik dat mee moet afgeven. Ik hoop dat ik iets terugkrijg. Ik hoop dat ik veel terugkrijg. Stel ik eens aan genoeg aan het worden met voetballen. Ik zal blij zijn als ik terug achter mijn vuur sta, op mijn bekende plek.